iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie meenemen naar Amsterdam, want ik ga vanavond naar Amsterdam. Waarom ga ik naar Amsterdam? Ik ben uitgenodigd door DiviMove, mijn netwerk, voor om de film 22 Jump Street te kijken. Ja, dat is op een dakterras in Amsterdam. Het wordt gewoon super gezellig en leuk. Er gaan ook nog allemaal andere YouTubers heen. Ik ga erheen met Lynette en haar vriend. Ja, ik ga zo naar Amsterdam met de trein en de bus en alles. En dan gaan we lopend daarheen. En dan neem ik jullie mee. Dus laten we gaan. Hoi iedereen, we zijn nu in Amsterdam, Amsterdam Centraal, en hier is Lynette en daar is Stan. En we gaan nu naar de locatie toe. En ik heb er zin in, ik ben echt heel benieuwd wat het precies inhoudt en wat het precies is. Maar het wordt wel leuk. Yay! Nou, we zijn er, we hebben het eindelijk gevonden. Sabrina is ook aan het vloggen. Hallo! En kijk wat een kleurtjes, jongen. Ja, ik vind het echt leuk eruit. Zie maar de prachtig. Hi Lynette. Woehoe! Wij hebben een goodie bag. We hebben een goodie bag. Oké. We gaan het zien, jongens, wat er gaat gebeuren. Waar moeten we heen, zei ze? Naar dat er was gedaan. Wat zei ze? 18e verdieping en dan meteen naar 18. Ik wil 18? Waarom staat er dan? Ja, ik heb ook 18. 18 verdiepingen? Kijk! Hoe chill zit dit? Oh my god. Ik wil er ook zo een in mijn kamer, jongens. Nou, we zitten hier dus en we wachten eigenlijk op de rest van de YouTubers en mensen. Ze zijn modieus te laat. Ze zijn modieus te laat. Ja, het was echt superleuk. Lip selfie! Yeah. Ik was het ook. Zo, we zitten in de lift. We staan in de lift. En, dit voelt raar. En de film was superleuk. En we gaan nu weer terug naar huis. We hebben de goodie bag mee. Die ga ik thuis nog even laten zien. Ja, dit was het event. Oh, wow, mijn oren. Ja, mijn oren. Ja, nu moet erger. Oh, nee. De locatie was bij de way echt superleuk. Gewoon allemaal zitzakken en zo. En, uiteindelijk zat je niet meer lekker. Nou, dat had ik tenminste. Oh nee, ik zat best lekker eigenlijk. Tot de laatste nog. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken tot nu toe. Zeg maar, ik ga nog even de unboxing ertussen plakken. Abonneer op Kim. Abonneer op mij. Like. En reageer wat je ervan vond. En wat vind jij van 22 Jump? Ja, heb jij de film al gezien? Check hem zeker, want hij is echt heel erg leuk. Doei doei! Nou, daar ben ik weer. Het is de volgende dag. En ik wilde nu even met goed daglicht weer even vertellen wat ik er nou van vond. En ik wilde even de goodie bag laten zien. Nou, we kregen dus de goodie bag toen we eraan kwamen. Werden we leuk in ontvangst genomen met... En kregen we gelijk een goodie bag in onze handen. Ik zal even laten zien wat erin zit. Dus eerst zit er een zonnebril in. Deze is rood en deze heeft die dude van 22 Jump Street. Dus ook op die dikkere, zeg maar. Het staat ook op 22 Jump Street. Super awesome gewoon. Verder zit er ook een pet bij. Een blauwe 22 erop gewoon. Verder zitten er ook allemaal dvd's bij. In ieder geval 21 en 22 Jump Street. Heb ik nu allebei, dus dat is wel leuk. Heel leuk, dus die heb ik. En verder heb ik This Is The End. En One Direction, This Is Us. Ja, is wel leuk. Ik ben benieuwd waar deze over gaat. En verder zit er nog een seriebox bij, The Big C. Ik heb wel eens van gehoord, maar ik weet het echt even niet meer. Ja, dat is lijkt me op zich eigenlijk wel leuk. Dat zat er in de goodie bag. Nou, zoals je zag, zaten we dus op de bovenste verdieping van een gebouw. Het was gewoon echt super gaaf met dat uitzicht. En je keek ook uit op een cruise en zo. En het was gewoon heel gaaf om Amsterdam zo te zien met al die lichtjes in het donker. Ja, dat is gewoon echt heel leuk. Het was heel anders weer. Ik bedoel, ja, normaal als je een film gaat kijken, zit je in een bioscoop en dan zie je niks. Dit was gewoon echt super leuk. Heel origineel. Het was ook echt super gezellig.
gezellig gewoon met een klein clubje YouTubers. Ja, Enzo was zo bijvoorbeeld. Sabrina en Lynette waren er. Dat waren gamers. Dat was volgens mij nog een beauty meisje. Weet niet precies. En het was gewoon een leuk klein groepje. Waardoor het gewoon echt gewoon heel gezellig was eigenlijk. Ja, ik vond de film echt ontzettend leuk. Ik heb 21 Jump Street ook gekeken. Die vond ik ook heel erg leuk toen. Vanaf 21 oktober is deze film op DVD verkrijgbaar. En hij draait nu ook al in de bioscopen en zo. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat zeker weten als jij de film al hebt gezien. Wat vond jij van de film? Ik ben heel benieuwd. Thanks for watching en tot de volgende keer. Doei doei!